Ja, en dat is hetzelfde beeld. Het tweede beeldje, dat is eigenlijk de ligging van het gebied. Je ziet de luchtfoto dat een prachtig bosgebied is gelegen tussen verschillende woonwijken, onder andere de wijk Bosstraat en het gebied van Terhage in de Rumst. Ja. Het gebied is prachtig om te vissen, te wandelen, te sporten enzovoort en om met de kinderen een uitstapje te doen. Ja. Het is eigendom, en dan gaat het over het lichtgroene gedeelte, eigendom van de Vlaamse Waterweg. Het middengroene gedeelte is eigendom van de provincie en die oppervlakte van die twee samen is 55 hectare. Beneden is een stukje privédeel, dat gaat overgenomen worden door de provincie en de gemeente Rumst gaat dit gebied, dat van het Vlaams Gewest, dus ook overnemen. En het rode stukje is de visvijver centraal in het gebied. En dat is privé-eigendom van de visclub. Ja. In het gebied liggen ook twee storten, voormalige storten, want het storten is gestopt in 1983. Er is een asbeststort vlak naast de huizen van de Bosstraat. En centraal in het gebied ligt een voormalig huisvuilstort van de stad Antwerpen. Ja. En er wordt dus beweerd dat moet gesaneerd worden, het asbeststort. Ligt eigenlijk nog gedeeltelijk bloot en dat moet dus dringend afgedekt worden. Wat trouwens een zeer ongezonde situatie is, dat is duidelijk. En het huisvuilstort, daar zouden sulfaten naar de Ruppelt stromen. Ja. Mag ik naar de volgende dia, Hugo? Vraagt iemand binnen te komen daarom. Ah ja, oké. Okay. Arnold komt binnen. Van de Saffierstraat is dat de man, hè? Ah ja. Maar... Ja. Er wordt dus beweerd dat het water in het gebied, en dat is ook zo, van noord naar zuid stroomt in de richting van de Ruppel, die in het zuiden ligt. En met dat water zou ook de verontreiniging meestromen naar de Ruppel. Helemaal in het zuiden is een gracht, dat staat op die rechterfoto, daar hebben ze stalen uitgenomen en ze hebben daar sulfaten in gemeten. 350 milligram per liter, ja. 357 milligram per liter. Dan hebben ze een norm genomen van drinkwater en dat is 250 milligram per liter. Ze hebben gezegd, die norm zit, de hoeveelheid sulfaten zit daarboven, dus moet er gesaneerd worden. Maar... En dan mag je de volgende dia tonen. Dan zie je bijvoorbeeld in een gekend merk van mineraalwater dat daar het voorlaatste lijntje, het aantal sulfaten, maar liefst 1121 milligram per liter bedraagt. En de Contrex-water moet niet gesaneerd worden. Met die dingen te zien dachten we van, tja, er klopt toch wel het een en het ander niet. Ja. Dan zijn we gaan kijken in het dossier zelf. We zijn daarmee naar een prof in Antwerpen geweest, prof Erik Struijf, een ecoloog, en naar Philippe Tak, een prof in Gent. En die zeggen allebei, inderdaad, omwille van sulfaten moet daar niet gesaneerd worden, want daar gaat geen enkel risico van uit. En je ziet ook dan in het dossier zelf dat ze zeggen dat de oorsprong van die sulfaten, van die zouten, het huisvuilstort is. En dan gaan we kijken naar de metingen die daar gebeurd zijn. En dan zien we dat er helemaal geen sulfaten gemeten zijn. Dat is inderdaad vreemd, ja. En dan zien we ook dat in de buurt, dus de Kleiput uit de Hagen liggen ongeveer in het midden, 357 milligram sulfaten zijn daar gemeten. Dan zien we dat in een zone van Natuurpunt, in het oosten daarvan, het dubbele gemeten is. En bij Wienerberger nog verder, dat is nog een kleiontginning, dat er nog veel meer sulfaten gemeten zijn. En dat helemaal links bij Preyon ook een grote hoeveelheid sulfaten gewoon vergund mogen geloosd worden in de Ruppel. Ja. En dan kwamen we erop uit dat eigenlijk de reden waarom dat daar gesaneerd moet worden niet is omwille van die sulfaten, maar wel... omwille van oosterweelgronden van Antwerpen die daar naartoe gebracht gaan worden. Daarvoor zouden ze een kade gaan bouwen met een werfweg, dus een kade naast de Ruppel, een werfweg naar het gebied en een tunnel onder de Kapelstraat. Dat tunneltje onder de Kapelstraat is nu een heel mooi oud, dat is op de volgende dia, een heel mooi oud tunneltje aan de linkerkant.
En dan, dat gaat afgebroken worden, gaat vervangen worden door de tunnel aan de rechterkant. En dan de volgende dia. En door die tunnel wordt dan een gigantische hoeveelheid grond aangevoerd, maar liefst 4,5 miljoen kubieke meter oosterweelgrond. En die gaat gebracht worden naar het gebied en daar zou opgehoogd worden tot 27 meter hoge berg zou daar geconstrueerd worden met die grond. Ja, volgende dia. Je ziet daar die berg bovenop dat huisveld stort en de blauwe lijn in het beeld, dat is eigenlijk een plastic folie, een kunststoffolie die ze gaan aanbrengen halverwege. Want ze zeggen, er is een Belgische wet die zegt bij het grondverzet dat als je een vervuiling hebt, dan mag je daar eenzelfde vervuiling bovenop leggen, tenzij dat het een erkende graverij of groeve is. En dit is een kleigroeve van de voormalige steenbakkerijen. Dan mag je daar eender welke verontreiniging bovenop leggen, mits dat de bodemsaneringsdeskundige zijn handtekening eronder zet, dat de grondwater niet vervuild gaat worden. En dan zeggen ze, ja inderdaad, links en rechts zijn daar kleine kleidijken, zijwanden van klei, waardoor het water niet naar buiten kan. We leggen daar een plastic folie bovenop, dan kan er geen water in en geen water uit. En dan zit dat allemaal fijn opgeborgen. En oorspronkelijk wilden ze dus die PFOS-gronden van 3M, die wilden ze onder die plastic folie bovenop dat huisveld stort bergen. Want dat is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid grond die aangevoerd wordt. Dus een 2,5 miljoen kubieke meter die onder de folie zou komen. En dan een 2 miljoen kubieke meter die bovenop de folie zou komen. Maar dat durven ze dus intussen al niet meer. En nu zeggen ze, er komen geen gronden van linkeroever, maar wel van rechteroever van het Oosterweelproject. Maar dan hebben we dus gekeken, ja, mag de volgende dia tonen? Want ik zie dat ik al eigenlijk twee dia's verder zit. Ja, dat is dus 3M van waar dat de gronden naar de kleiputten zouden komen. Dan mag je de volgende dia tonen. En daarop zien we dat op het traject van Oosterweel, ook op rechteroever, daar liggen maar minstens 40 saneringsplichtige sites. Dus al die nummertjes die daarop zijn, zijn allemaal saneringsplichtige sites die bij OVAM gekend zijn en die moeten gesaneerd worden. En op het traject van Oosterweel zelf liggen er zo'n 40-tal op dat gebied op rechteroever. Dus waar dat ze zuivere grond zouden vandaan halen om dat gebied op te hogen, dat is een groot raadsel. Bovendien blijkt nu ook dat de verspreiding van de vervuiling van 3M vooral gebeurde met ook via de lucht, hoofdzakelijk via de lucht. En vermits dat het hier in onze streken voornamelijk zuidwestenwind is, is die vervuiling ook grotendeels in de richting van het noordoosten gegaan. En dat is dus die rechteroever van de Oosterweelverbinding die daar geïmpacteerd gaat zijn. Ja. Zo zou het gebied er moeten gaan uitzien na de grote opvulling. Dus ze willen dan ook wel gedeeltelijk, hoofdzakelijk eigenlijk, spontane bebossing laten gebeuren. De bossen die er nu zijn, die zijn al minstens 30 à 50 jaar oud. Die zouden ze dus volledig kappen en ze zouden daar die gronden gaan storten. En dan duurt het na het storten van die gronden, wat ook nog eens 10 à 15 jaar in beslag gaat nemen, duurt het nog eens 30 à 50 jaar voordat we wellicht een bos gaan krijgen dat er nu is. Het probleem is ook, die bossen die groeien nu in moerasgebied, dus dat is een prachtige biotoop, ook voor amfibieën. En het opvullen met gronden, dan ga je hoge bergen krijgen waar dat het vocht veel moeilijker vastgehouden wordt, waardoor het zeker langer gaat duren voordat dat gebied terug bebost gaat zijn, binnen 40 à 50 jaar. Dus wij verwachten dat het gebied eerder gaat uitzien, gelijk op de volgende dia getoond wordt. En dan mag je de volgende dia ook laten zien, want waar ze geen rekening mee gehouden hebben, of in veel te weinige mate, dat is dat als er zo een waterbom gaat vallen, gelijk afgelopen zomer in de Ardennen, dat water gaat pijlsnel van die berg boven naar beneden stromen, gaat een deel, heel veel van die gronden meesleuren. Dat gaat gewoon een slip papmassa worden die de afvoerleidingen gaat verstoppen. En dat gebied, dat was gewoon langs de Ruppel, dat gaat volledig onderlopen. En we hebben één grote, ja, watersnoodramp in het gebied. En dit is de biologische waarderingskaart van INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. En die maken elk jaar, niet elk jaar, om de
paar jaar of 3 jaar maken ze een kaart op van hoe waardevol de natuur is in een gebied. De donkergroene partijen, dat zijn de zeer waardevolle gebieden, zones. De gearceerde gebieden zijn waardevol tot zeer waardevol. En het lichtgroene gedeelte is waardevolle natuur. Er zijn ook, en dat kun je op de volgende dia zien, heel zeldzame diersoorten die daar huizen. Er zit onder andere de kamsalamander, de rugstreeppad, de valk, zeldzame orchideeën en ook een aantal vlindersoorten, gelijk de Spaanse vlag op de foto rechts onderaan, die Europees beschermd zijn en die rode lijstsoorten zijn en die echt eigenlijk niet mogen vernietigd worden. Ja. Ja. Bovendien is het gebied prachtig groen bos, met toch heel wat boomsoorten. Het is een pioniersbos, inderdaad. Maar dat wil zeggen, een pioniersbos, dat is de basis om juist tot een klimaatbestendig bos te komen. Daar beginnen al berken en lindes en andere bomen te komen die leiden naar een klimaatbestendig bos. Het is de groene long tussen de A12 en de E19. En het is een heel belangrijk groen gebied voor het hele gebied, zelfs voor de stad Antwerpen. Ja. Waar we ons enorm aan ergeren, dat is dat asbeststort. De asbeststort waar altijd maar van beweerd wordt dat er alleen een gebonden asbest ligt. De asbest dat ligt daar al sinds 1983 grotendeels onafgedekt. Daar werd ook asbest gestort uit de slijperijen. Dat wil zeggen dat asbestslip gestort werd, waarin losse vezels zitten. Wij zijn daar in 2019 zelf stalen gaan nemen, want eigenlijk mag er niemand op. En kan het ook niet controleren. We zijn daar zelf stalen gaan nemen, we hebben die laten analyseren. En het blijkt dat uit alle 12 stalen die we genomen hebben, dat daar asbest in zit, losse vezels in zit. En dat eronder het meest gevaarlijke asbest, crocidoliet, in zit. Waarvan 1 vezel voldoende is om mesothelioom, de typische asbestkanker, te krijgen. De Vlaamse Waterweg zegt, ja, maar we gaan dat wel saneren en ze willen dat altijd maar uitstellen en uitstellen totdat die oosterweelgronden van Antwerpen gaan komen. Maar wij vinden dat dit onmiddellijk in orde moet gebracht worden, want dat een veel te groot risico is voor de mensen die daar op 10 meter afstand van wonen. Ja. En dat is een korte vergelijking tussen het alternatief wat de provincie voorstelt. Wij zeggen dat asbestort moet gesaneerd worden. Dat is maar 4,5 hectare. Dat is 10% van het hele gebied. En de overige 90% die kunnen blijven zoals ze nu zijn, die moeten helemaal niet gesaneerd worden. Daar is ook maar een relatief kleine hoeveelheid grond voor nodig. 100.000 kubieke meter. Die kunnen op 6 maanden aangevoerd worden. En dat kost maar 2,7 miljoen euro. En daartegenover, want ik kan dat beeldje niet helemaal zien, ik ken de, is er in alle geval 55 hectare ombossing, 4,5 miljoen kubieke meter grond die ze willen aanvoeren. Dat gaat minstens 10 à 15 jaar duren, alleen al om de gronden aan te voeren. Dan zijn de bossen nog niet aangeplant of dan is er nog niks gebeurd van inrichting van het gebied. En dat gaat dus 18 à 20 miljoen euro kosten, nu al, zoals de vooruitzichten zijn van de projectpartners. Ja. En dat was eigenlijk de voorstelling over het gebied. Ja, als er vragen zijn, ja. Mag ik een vraag stellen, Frank? Ja, zeker, lieve. Oké. Okay. Dat is impressionant, zo'n grote oppervlakte met allemaal zand. Maar dat is niet de bedoeling dat dat zo blijft liggen. Ik heb gelezen dat men stroken gaat maken. En strook naast strook gaat ontbossen. En dat men dan die strook die vrijgemaakt is, meteen gaat bebossen. Zo leggen ze het inderdaad uit. Ja? Maar de stroken die gaan bebost worden. Ze gaan dus beginnen met dat asbeststort, omdat dat primair noodzakelijk is om dat in orde te brengen. Maar om daar te geraken, moeten ze al het zuidelijke gedeelte ontbossen om de wegen aan te leggen om tot daar te geraken. Dan de tweede zone waar ze aan beginnen, dat is de meest oostelijke zone. Ze willen een deel van de gronden Wienerbergen brengen. Een deel van de gronden willen ze in de vijvers van Natuurpunt in het naastgelegen gebied leggen. Dat wil zeggen dat ze helemaal door het hele gebied heen moeten rijden. Dus er gaat weer een hele strook ontbost worden,
gewoon om die weg aan te leggen om tot daar te geraken. En zo gaan ze stilaan van het oosten naar het centrale gedeelte brengen. In het centrale gedeelte komt ook een tijdelijke opslagplaats. Dat wil zeggen, ik weet niet exact wat de oppervlakte daarvan is, maar het zijn ettelijke honderdduizenden kubieke meter grond die daar moeten kunnen gestockeerd worden. Dus daar wordt ook een hele vlakte vrijgemaakt om die gronden tijdelijk te kunnen stockeren. Ja. Dus het is niet eigenlijk zo dat dat mooi strookje per strookje en bebost wordt. Trouwens, als je een strook gaat ontbossen, het zou in 4 keren ongeveer ontbost worden. Als je een strook ontbost, dan wil dat zeggen dat daar alles weg is. En als je daar grond gaat opleggen, dan mag je zelfs de bomen gaan aanplanten. Dat duurt nog een hele tijd voordat die bomen effectief pakken, voordat die gaan groeien en voordat je terug bos hebt. Dus het wordt wel mooi voorgesteld, maar de werkelijkheid is echt totaal anders. Ja. 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 Ja, ik speel zo wat advocaat van... Goed, ja. Ik kom zo af met de argumenten van de tegenpartijen. Hè? Ja. Dus uw collega Erik van... die zegt, jammer, want ik zeg, jammer, als je dat allemaal weghaalt, je kunt die beestjes toch geen contract laten tekenen dat die beloven dat ze binnen 6 jaar daar terug zullen staan. Jammer, nee, zegt hij, je moet dat anders zien. Die ontbossing gaat strook na strook. En als zo'n strook ontbost is, dan zal er een invasie komen van fauna en flora uit de omringende stroken. En die gaan zich daar dan nestelen. Wat vindt u van die beschrijving? Ten eerste dat de kwaliteit van die gronden, die komen uit de... uit de ondergrond van de oostenwereld, dus je kan daar in de diepte uitgraven, dat dus zijn gronden die geen organisch materiaal in zich hebben, dus geen materiaal dat verteerd kan worden, dat gebruikt kan worden als voedsel voor de bomen. En het tweede is, er zit bijvoorbeeld heel veel zout in, dat is gekend, je kunt dat op de kaarten zien van het Oostenwereldproject. De saliniteit is zeer hoog en het kan zijn, staat in het rapport van INBO, dat INBO zelf opgesteld heeft, dat ze een jaar, 2 jaar of langer zelfs gaan moeten wachten voordat er bebost wordt, omwille van dat hoge zoutgehalte van die gronden. Dan zitten er naast die zoutgehalte zitten er ook sulfaten in een gedeelte van de gronden. Er zit chroom 3, maar chroom 3 dat zet zich om in chroom 6. En chroom 6 is een giftig, zwaar giftig product. En die chroom 6 die ontstaat door oxidatie van de chroom 3. Oxidatie, dat wil zeggen, als je het blootstelt aan de lucht, je gaat dat opgraven, je gooit het in een boot, je schept het nog eens in een vrachtwagen, je giet dat nog een keer uit, je verspreidt dat nog een keer met een bulldoos. Ja, dan wordt dat met de lucht gemengd en gemengd en gemengd. En dan krijg je dus chroom 3 en chroom 6 wordt en dat zeer giftig is, zeer gemakkelijk oplosbaar is en zich zeer gemakkelijk verspreidt. Goed, ik heb ook gesproken met Thomas Goorde. Mm-hmm. En die zegt, ja, maar er zit ook toluïen in die grond van... van het Noordkasteel. Dus ook, dat komt er dan ook nog bij, hè? Ja. Ja. Nu, als we moeten gaan afronden, dan is dat voor mij ook geen enkel probleem. Moeten er nog vragen zijn? Er is een website van Red Onze Kleiputten. Er staat ook een e-mailadres, info@redonzekleiputten. En Lieve heeft ook mijn eigen e-mailadres. Daar mogen jullie gerust ook de vragen in formuleren. En dan ga ik die zeker zo snel als mogelijk beantwoorden. Ja. Dat is goed. Ik heb nog... Lieve, mag ik nog één vraagje? Ik zou toch even willen vragen. Mensen hebben nu die problematiek gehoord en gezien. Hè? Of dat er misschien directe vragen zijn nu die Frank nog kan beantwoorden. Ik zou de mensen toch nog even de mogelijkheid laten. Misschien dat er zo'n... Hey, mag het even, Lieve? Ja, hè? Precies. Ja. Ik vraag mij af hoe ver dat jullie staan in het verdedigen. Maak je kans op dat project van 6 maanden? Of gaat het voor 6 jaar gaan? Ah, wij gaan voor dat project voor 6 maanden. Op dit moment lopen er 2 openbare onderzoeken. Eentje voor de omgevingsvergunning. Dat is door Zuhal Demir afgewezen omdat er een tekort was in de boscompensatieberekening. En een tweede openbaar onderzoek dat op dit moment loopt, is voor het bodemsaneringsproject. En voor het bodemsaneringsproject hebben wij ook nog een dossier laten opmaken door onze bodemsaneringsdeskundigen. En als je dat leest, dat is ongelooflijk.
hij zegt zelf van, het hele project en alle dossiers en rapporten die daarvoor opgesteld zijn om het goed te keuren, dat is een grote kaas met gaten en meer gaten dan kaas. Hij heeft een rapport opgesteld waaruit blijkt dat alles wat niet reglementair verlopen is, die hij aanhaalt en die tegen de wetgeving en tegen de regelgeving voor het opstellen van dergelijke rapporten voor sanering gemaakt worden. Wij gaan dat eind volgende week ook op onze website zetten. En wij gaan dat ook dienen als bezwaar. En OVAM moet daar dan een antwoord op geven en moet daar rekening mee houden. En moet normaal gezien ook die saneringsplicht terug intrekken. Doen ze dat niet, dan gaan we daar in beroep bij de minister. Doet de minister dat ook niet, dan gaan we daarna de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En de andere groep die dan voor 6 jaar zou gaan, is die sterk? Ja, dat is de overheid, hè. Dat is de provincie, Okay. Dat is Landis, dat zijn de twee gemeentes. Ja. Ja. Dank u wel. Waarvan wij de advocaten met ons geld allemaal betalen. Ja, ja. Dus eigenlijk is het vooral een politiek probleem. Dat vinden wij, ja. Aanwezigheid en het kwijtgeraken van die Oosterweelgronden. Ja, ja. Is de mogelijkheid van de mensen die wonen in Boom en in die buurt van waar dat de asbest vooral ligt, gaan daar acties vanuit van die mensen zelf ook? Dat ze, want als je 25.000 handtekeningen kunt bijeenkrijgen, dan heb je het recht om iets naar voren te brengen in de Kamer. Dat er ergens iets over aan kan, op een hoger niveau, onmiddellijk langs die kant iets kan gebeuren. Ja. We hebben in december meer dan 1800 bezwaren kunnen indienen bij het openbaar onderzoek voor het project. Maar die zijn allemaal van tafel geveegd. We hebben ook een petitie lopen en daar staan bijna 7000 handtekeningen op. Die hebben we ook doorgestuurd naar minister Zoual Demir. Maar wij hebben ook gevraagd voor een gesprek met het kabinet. Wij hebben toegezegging gekregen met Jelle van den Bergen. Maar daar 2 maanden vragen wij al om die afspraak ook te kunnen verzilveren, maar daar komt geen enkele reactie op. We sturen e-mails, we telefoneren naar het kabinet, maar er gebeurt niks. Ja. Ja. Maar we gaan zeker... Want Red Onze Kleipuit is eigenlijk een actiegroep van bewoners uit de buurt. Wat het asbeststort betreft hebben we een klacht ingediend met het parket in Antwerpen. En dat is momenteel afgerond en we verwachten nu dat de onderzoeksrechter de procedure gaat opstarten, ofwel voor vervolging, ofwel dat dit dossier gaat seponeren en dan gaan we een kort geding aanspannen voor de sanering van het asbestort. Ja. Ik heb nog een vraag. Als we bij u komen wandelen, we komen bij u wandelen, ik moet het affirmatief zeggen, 3 juni, is dat een mogelijke datum? Ja, zeker. Dat vrijdag is. Ja, geen probleem, ja. Oké. Ja. Luc Maria vraagt het woord. Ja, ik vroeg me af, Frank, ziet u een bepaalde rol voor de vereniging van ons, de grootouders voor het klimaat, of andere actiegroepen? Of zal dat afhangen van de toekomstige maanden? Hoe ziet u dat precies? Wij vragen nu al aan, we hebben ook op de Facebookpagina's van heel veel verenigingen waar we goede contacten mee hebben, hebben we het bodemsaneringsproject, ons modelbezwaarschrift doorgestuurd en gevraagd om dat mee te ondertekenen om weer zoveel mogelijk bezwaren te kunnen indienen. Ook vragen we dan op die websites om de petitie te tekenen, om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. En ik moet zeggen eigenlijk, en dat is grootouders voor het klimaat, dat is ook een enorm netwerk, dat heb ik al gemerkt. Ik heb jullie in Brussel gezien bij INEOS Will Fall manifestatie voor het kabinet. En ik vond het gewoon fantastisch dat jullie op zoveel plaatsen zo actief ook deelnemen aan om verenigingen en actiegroepen te steunen. Dus in die zin, ja, grootouders voor het klimaat, ja, super. Als ik het goed begrijp, kunnen wij dan nu iets betekenen voor het openbaar onderzoek dat nu loopt? Ja, dat kan. We hebben een website, Red Onze Kleipuit. En als je op de openingspagina gaat kijken, staat er onmiddellijk al dienen bezwaar in. En bovenaan staat teken de petitie.
Ja. En die al kunt allebei doen. Dat gaat op een hele eenvoudige, goede manier. Je kunt zelf ook nog argumenten toevoegen. Als je zegt, ja, maar bossen zijn zo belangrijk. Waarom? Enzovoort. Ja. Ja. Bedankt alvast. Ja. Niske? Ja, mag ik... de opname loopt nog altijd. Is dat de bedoeling? Of moet dat gestopt worden? Ilse? Dan ben jij de laatste vragensteller. Is dat goed? Kleine opmerking, een gedachtensprong. Naar aanleiding van wat Frank zei, dat hij al ettelijke keren geprobeerd heeft het kabinet van Demir te benaderen, langs verschillende mensen. En telefoons en mails enzovoort, er wordt niet op gereageerd. Een gedachtensprong, gisteren op de afspraak, als iemand van jullie dat ook gezien heeft, waar onder andere de bioloog Dirk Drouwlands zat, naar aanleiding van Doel. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft. En in de loop van het gesprek zei hij daar, liet hij zich de uitspraak ontvallen van onze zeer goede minister, zoal Demir. Nu, mij gaf dat een klein probleempje, maar bon. Dan denk ik, Frank, kan je een keer misschien hem, de bioloog, benaderen en zeggen, kijk, wij hebben hier dit en dat aangetroffen. Een zeer rijke biodiversiteit, die u daarnet kort aangehaald hebt, waar zeker voor open staat, Dirk Drouwlands. Wil u dan misschien die zeer goede minister, zoals Demir, eens aanspreken? Dat was nu een gedachte, een koppeling van mij. Een hele goede tip. Ik ga dat zeker doen. Oké. Onmiddellijk doen, ja.